bestaat totaal uit plusminus 55 vrijwilligers. Gilde is onderverdeeld in een hobbywerkplaats wat u achter ons ziet. In een klussendienst die buiten opereren. En een repaircafé die hier binnen opereert. Een aantal jaren geleden hebben we al een keer de prijs gehad, de vrijwilligersprijs. Dat was toen voor het hele gilde, dus niet voor één onderdeel van het gilde. Nou, verwachtingen hebben we altijd wel, maar we hadden ook zonder meer wel gehoopt dat, dat we daarvoor in aanmerking kwamen. Voor 80-90% is zijn tuinonderhoud. Daarnaast allerlei klusjes in en om het huis. En daar kan zijn een schilderij ophangen. Daar kan zijn lampen vervangen of kapotte lampen of nieuwe lampen er weer indraaien. De afgelopen jaar hadden we 190 klussen. De cliënten zijn meestal dames die alleen wonen, waarvan de mannen zijn overleden. En dan heb je altijd het verhaal van, ja, vroeger deed mijn man dat. En ja, helaas is hij er niet meer. Na mijn werkzame leven bij de klussendienst gaan werken. En dat was eerst hoofdzakelijk tuinen. Ik ben geen tuinman, meer de technische kant. En dat hebben we dus in overleg met het toenmalige bestuur, wat bestond uit twee personen, de technische club opgericht. En dat hield dus in dat we dus ook, nou ja, sloten maken en deuren wie klemmen, poorten maken enzovoort enzovoort, kranen. Maar de tuinen speelt nog als hoofdzaak eigenlijk nog wel. Ja, de tevreden mensen waar je geweest bent, zeg maar, en dan die blije gezichten als alles weer in orde is zoals ze het graag wil hebben. Een tuin die er weer heel netjes bij ligt, schilderijen die opgehangen zijn of erg. Of een wasmachine die kapot is en die nog weer draait. Dus al met al, dan krijg je echt blije gezichten. En dat doet degene die het doet, die vrijwilliger, natuurlijk hartstikke goed.